Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag spelen we eindelijk weer eens een Black Ops 2 potje op de map Slums. En ik speel met de AN94 met een Vesmec, Quick Draw en Two Stock. En Black Ops 2 heb ik heel lang niet gespeeld. Ik heb de laatste alleen maar recent wel gespeeld. Gaan kijken of het een beetje goed gaat of niet. Dus ik is wel heel erg oud. Maar ik sta wel 7-2, dus ik vind het helemaal goed. En Asi, ja. Die loopt erin. Ah, ik wou nice. Ik roep even mijn Asi even die en even kijken of daar nog een kelletje mee op kunnen pakken. Run, run, run. Ik krijg een cap. Ik krijg een cap package, dat is geen hoge streak, maar ik krijg de allerlaagste streak van het spel aan. Dat is niet zo mooi. En ik rij ook echt overal tegen. Dat ik dit ding echt nooit gebruik. Ja. En Black Ops 2 ben ik nu echt noob. Voor mij zitten ze hier allemaal binnen te campen hoor. Zie voor. Nee. Zit op B. Nu op A, net op B. Op A. En nu op C. Nee, ik dacht al, what the fuck. Ik weet niet meer waar die enemy zit hoor. Dan lopen ze op A, dan op B, dan op C. Dan blijf ik hier maar eens staan. Ga ik hier nog even campen. Hier. Oh. Een hele ammo misgeschoten. Goed bezig. Even een fles naar binnen gooien. Ik wil met mijn C4 opblazen. Hier zitten ze. Op mijn 1, op Black Ops 2 is nu echt pure kak. Ik sta 9 of 5. Heel erg slecht. Wat het ook maar mag zijn. Ben ik op tijd? Nee! Dat was echt een seconde op tijd. Waar lopen die enemies? Ik speel ook nog maar tegen 4. Ik dacht, oh, dit is meestal veel drukker. Oh, alweer een teammate. Voor mij kan ik een verschil niet zien tussen teammates en enemies. In elk geval, ik heb een care package. De eerste ronde die ging mooi, niet echt al te best. De kans slechter. Maar ja, we gaan kijken of we de tweede ronde... Wat? Een team te 44-0. Zal wel. We gaan kijken of de tweede ronde beter kan. Ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Ik de A-vlag pakken en dan cap package en UAV. En dan de B-vlag. Secure the objectives. Cap package inroepen. UAV erbij. Oh, ik heb een hellstorm. Oh, ik dacht dat ik een Semtex had. Ik dacht die gooi ik er even over. Een counter UAV. Beter dan een ACS hier, wordt nog steeds beter. Hallo bij die en hier. Joe, één kill. Ik ben nu blij. Het is 11 om 5, joehoe. En ben ik te laat voor de beter. Voor mij. Die VTDL wasje, die moet ik. Wegwezen, want hij steelt al onze kills. All flags secure.
We hebben nu 3 vlaggen. We slaan de spawns ook op pure kak. Hoeveel? Nog maar 3 enemies. Door die gast die 51-0 staat. Wauw. Of die gast hackt, of die gast is gewoon pro. Moet een van de 2 zijn. Liep? Ja, ik dacht dat er moet er een zijn. Ik heb een UAV. De enemies zijn allemaal gerespawned, maar oh, gelukkig joinen er alweer 3 bij. Als er niet 3 bij joinen, was het ook niet leuk, want dan was het. Even wachten hoor. Ik zie zijn industrie spreiden gewoon doorheen. Oh, mijn teammate is wel. Dat kan ook nog. Ik vind de AR-94 persoonlijk wel het fijnste wapen in Black Ops 2. Oh, ik zag hem niet meer. In elk geval, ik heb mijn carepack. Is nu wel wat goed. Een hoger streak hoop ik. Ik heb nu een RCXD gehad en een County UAV, dus allebei niks. Ik hoop dat het nu wat beter is. En. Oh, die doet vies, hè? Oh, nice. En mijn cap lag in de auto. Met een Orbital Visor, daar ben ik. Oh, ben ik tevreden. Nu staan ze voor mij hier allemaal te campen in dat gebouwtje daar. Kunnen we wel gaan nakijken. Dan stun ik mezelf. Oh, die hoort bij ons. Die hondjes, die stelen eigenlijk alle kills. Zit nu op B. Ze zijn al... Die hondjes zijn zo scheidig. Dat was één vieze killstil. Kijk, nu zit er een beetje actie in. Oh, we hebben gewonnen. Hoe sta ik? Ik sta 16-6 voor de eerste potje. Iedereen is gereageerd. Maar als jullie leuk vonden, doe al een blauw duimpje omhoog. Eindscore 16-6. Tot de volgende keer. Doei!